Nou, toen ik een jaar of zes was, ben ik begonnen met orgel spelen. Het was vooral als mijn zussen dan een versie moesten leren van school, dat ik dan op het orgel probeerde te begeleiden. Ja, ik vond het gewoon heel mooi om te doen. Zo is dat ook gegroeid, dat ik de samenzang graag ging begeleiden. Op een gegeven moment is dat dan ook zo gegroeid met zangavonden. En ja, waarom? Ik vind het gewoon prachtig om te doen. Het mooie aan het begeleiden vind ik dat je de mensen hoort zingen. Ook de laatste jaren is het erg massaal geworden. Dat doet gewoon wat met je als zo'n kerk vol zit. En als je dat dan die mensen het gezang aan hoort heffen, dan dat geeft ontzettend veel gevoel. En, ja, het gaat over mijn favoriete psalm. Psalm 75 vind ik persoonlijk erg mooi om te spelen en te begeleiden. Natuurlijk krijg ik ook kritiek. Als organist dan doe je het niet zo heel snel goed natuurlijk. Ja, hoe ga ik daarmee om? Het is, je probeert de dingen eruit te halen die, waar ik zelf van denk, daar kan ik wat mee. Sommige opmerkingen die zijn dusdanig fel dat ik ze maar laat voor wat het is. Dan moet ik mij natuurlijk ook wel eens bij inhouden om zelf niet heel fel terug te reageren. Maar ja, goed, tips zijn natuurlijk altijd welkom. Het is natuurlijk alleen de manier waarop. En wat vooral natuurlijk in de muziekwereld belangrijk is, het is de toon die de muziek maakt. Met dingen voor de toekomst, er is altijd wel iets natuurlijk. We zijn nu bezig met een Duits-Nederlands orgelproject, waarbij twee professionele organisten uit Duitsland en Nederland. In Nederland is het Marco de Toon overigens. Een dubbel CD inspelen en ik ben daarbij de verbindende factor tussen Nederland en Duitsland. Een ontzettend leuk project waarbij de bekende volksliederen ook gespeeld worden om toch de band tussen Duitsland en Nederland muzikaal te verbinden. Nou, dat is dus iets voor de toekomst en wat ik ook nog erg leuk zou vinden is als ik eens een zangavond op het orgel van de Grote Kerk van Dordrecht mag begeleiden.